Ja, geweldig. Toen we gevraagd werden, waren we al meteen al dacht, zo, dat is wel bijzonder. Maar als je er echt staat, dan is het nog iets heel anders. Het is echt, het snijdt soms echt recht door je buik heen. Nou ja, gisteren moest Jentel zelfs op het podium een beetje huilen. Ik heb dat ook bijna de hele tijd, dat je soort van de tranen voelt branden. Het is zoiets puurs en iets collectiefs. Een toon die door een hele groep gemaakt wordt en een soort intense concentratie die vanuit Ivan via de muzikanten en dan de zaal inkomt, dat is ik vind dat echt heel bijzonder om mee te maken. Ja, na elke repetitie had ik het gevoel alsof ik op wolken liep. Ik was ontzettend ontroerd door het feit dat 70 mensen van heinde en verre samenkomen. En iedereen doet het voor de kick en voor de beleving om samen een mooie klank te maken. En het was mijn eerste keer met een symfonieorkest. En gewoon van de klank en van de energie van de mensen. Ja, het was een hemelse ervaring. Ja. Ik vind het ook zo jammer, dat zei ik gisteren ook nog tegen Ivan, dat je hebt zo'n heel orkest achter je eigenlijk, maar er is te weinig tijd om iedereen te leren kennen. Je zou zo graag iedereen willen leren kennen. Maar dat kan niet in zo'n korte tijd. Maar je voelt je wel heel één met elkaar. Dat is een gek contrast eigenlijk. Eigenlijk moet ik de bal teruggooien hoor. Het is echt fantastisch. Ook die liedjes zijn zo origineel. Maar het raakt ook. Jentel moest gisteren op podium huilen. Maar ik had dat toen ik voor het eerst. Toen ik Jij zit in mijn hoofd, een liedje van hen, ging studeren. En dan, soms zijn er omstandigheden, dan komt het heel dichtbij. Ik had een vader, die is overleden, had ook Parkinson. En dan komt het toch heel, 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 heel dichtbij. Dat doen we allebei.
Ja, dat is heel wisselend per liedje. Even denken, ja, bijvoorbeeld Jij zit in mijn hoofd. Daarvan weet ik nog dat we waren gevraagd door de Hersenstichting om een liedje over hersenaandoeningen te schrijven. Maar wat een beetje, het moest wel een beetje licht zijn. Het moest niet te zwaar zijn, want het was voor een gala over. En toen zaten we erover na te denken. En toen zei Jentel, ik kreeg de hele tijd de zin, jij zit in mijn hoofd. Dat komt de hele tijd boven. Ik denk iets van, jij zit in mijn hoofd. Toch? Ja. Dat was een soort. En opeens ging dat bij mij aan. En toen zei ik, oké, geef het maar even aan mij. Ik ga naar huis. En toen heb ik volgens mij die tekst geschreven. Ja. En toen weer. Dus het is eigenlijk altijd wel dat het. Al onze goede liedjes komen uit ons allebei. Er zit ergens een zaadje en iemand anders maakt het weer af. Je praat met elkaar heel lang voordat je een lied gaat schrijven. Dus dan soms is het er bijna al, alleen het moet nog geschreven worden of zo. En zo is dat met dat liedje gegaan. Ik vind het niet nieuw. Ik vind het eigenlijk heel normaal dat je dit soort dingen doet. En of andere wegen bewandelen dan de klassieke concerten. Dat is altijd goed. En het moet ook passen. Je kan niet zomaar... je moet goed nadenken wat in de programmering en wie. Maar dat is nu denk ik echt fantastisch gelukt. We hebben 3 jaar geleden op de Uitmarkt. Ja, 3 jaar geleden alweer. Op de Uitmarkt in Amsterdam voor het eerst samengewerkt. Ik zeg, dat gaan we in Zeeland ook proberen voor elkaar te krijgen. Ja, morgen weer. En overmorgen en de dag daarna. Nee, ik vond het echt een feest, ja. Het is ook zo leuk om in Zeeland te zijn. Dat is het ook. Het is voor ons ook echt een uitje uit ons eigen leven. Het is ook alsof Amsterdam even helemaal niet meer bestaat. En we slapen in een geweldig hotel hier in de buurt. En slapen in een heel mooi soort landhuis. Waar we dan s'avonds nog even met z'n vieren nog even een wijntje drinken. En nakletsen. En effetjes. En dus het is ook echt... we hebben ook wel gewoon een beetje een crush op Ivan of zo. Het is ook wel gewoon dat je denkt... Oh, het is zo leuk om hier met elkaar te zijn. Dus ja, wat ons betreft zeker. Ja, absoluut. Ik heb al gezegd, we moeten, als jullie ooit een cd willen maken met symfonieorkest... Dan staan we als eerste in de rij. Ja, absoluut.